Er is de laatste tijd sprake van hulp aan Groningen. En de grote vraag is, hoe zinvol is dat? Maar als je van bovenaf naar Nederland kijkt, dan zie je eigenlijk dat Nederland een bepaalde ruimtelijke structuur heeft. Je ziet eigenlijk grote steden omcirkeld door kleinere steden. Maar dat zie je ook in het groot. We zien de Randstad ten opzichte van Groningen, ten opzichte van Zeeland en ten opzichte van Limburg. En wat er dan aan de hand is, is dat er een, en dat is een vakterm, een agglomeratieschaduw over die perifere gebieden heen valt. Dus die hebben last, om het zo te zeggen, van de grote kracht van de Randstad. Dus in de Randstad vind je veel bedrijven, die vormen een cluster samen. Mensen trekken daar naartoe op zoek naar een interessante mooie baan. En omdat die mensen daar zitten, gaan er ook weer nieuwe bedrijven naartoe. Dus dat is een zichzelf versterkend proces. In feite moet je je realiseren dat dit proces gaande is. Dus dat er een grote Randstad is ten opzichte van een kleine perifere economie. En die perifere economie die heeft een natuurlijke omvang die kleiner is dan die van bijvoorbeeld de Randstad. Of Winschoten heeft een natuurlijke kleinere omvang dan de stad Groningen. Maar dat hangt wel met elkaar samen. De vraag is dan, wat kun je dan zinvol doen in die perifere gebieden? Nou, er is zojuist een rapport verschenen over het chemiecluster in de Eemsdelta. Dat rapport is in grote haast geschreven, dat is ook wel zichtbaar. Maar daar doen ze toch een aantal dingen die in ieder geval interessant zijn om te volgen of die succesvol zijn. Dus wat men daar doet, is een infrastructuur oprichten ten aanzien van de energievoorziening van al die chemiebedrijven die daar zitten. En ook nieuwe bedrijven kunnen daar aanhaken en dat kan nieuwe bedrijfsvestigingen stimuleren. En wat men ook gaat doen is een clustercommissaris aanstellen die in feite de witte plekken van het rapport moet gaan opvullen. Maar de vraag die je daar stelt is eigenlijk de overheid helpt. Met andere woorden, de markt laat iets liggen wat wel zou kunnen. En dat is eigenlijk het grote probleem daar. Van wat doet de markt niet goed waar een clustercommissaris bij zou kunnen helpen? Nou, het eerste plan is al gemaakt. Hè. Men gaat die infrastructuur ten aanzien van de energievoorziening groter en beter maken. Men gaat iets aan de wet en regelgeving doen, zodat een bedrijf zich makkelijker kan vestigen daar. Nou, dat zijn dingen die denk ik nieuwe vestigingen helpen. Dus je kunt best, terwijl je realiseert dat de grote kracht, dat er een grote aantrekkingskracht is van de Randstad, kun je best lokaal initiatieven ontplooien die zo'n lokale regio helpt. Kan dat genoeg zijn om de economische groei in Groningen weer op te starten? Nou ja, de groei van Groningen, dat is natuurlijk een lastig verhaal. De Eemshaven is niet groot genoeg om heel Groningen op sleeptouw te nemen. Maar dat zijn als het ware kleine lokale initiatieven die toch een bijdrage leveren aan de groei van Groningen. Dus Groningen moet je niet opgeven als verloren gebied. Dat zou echt een grote vergissing zijn. En je kunt ook best zorgen dat de infrastructuur goed georganiseerd is. Die Eemshavencluster is daar een goed voorbeeld van. En dat geldt ook voor Groningen als totaal. Maar je moet je realiseren dat Groningen een natuurlijke omvang heeft die kleiner is dan die van bijvoorbeeld de Randstad. Dus er is een samenhang tussen Groningen en de Randstad en dat moet je realiseren. Maar goed, tegelijkertijd kun je best wat doen aan de ontwikkeling van de lokale economie. En dat cluster, dat chemiecluster, is daar een voorbeeld van. Dus het is in ieder geval interessant om te volgen of dat succesvol is en wat men daar precies gaat doen. Waar het nog wat aan ontbreekt bij de analyse die zojuist gemaakt is, hè, dus waar die clustercommissaris zich mee bezig moet gaan houden, is wat er nu precies schort aan dat cluster. Dus de markt die laat wat liggen blijkbaar, anders zou dat initiatief niet nodig zijn. Wat is nu precies het probleem waar de clustercommissaris iets aan zou kunnen doen? Nou, die analyse moet eigenlijk nog gedaan worden.